Ja, som over plus en min en gelijknamig maken van breuken. Hoe met letters erin? Hoe pak je dat aan? Nou, het zijn eigenlijk is de HAVO-VWO-boek heeft een som die is net iets langer dan het VWO-boek, maar ja, die C, die E en die F heeft die extra en verder is precies dezelfde som. En ik kan maar een bepaald aantal filmpjes opnemen, meer tijd heb ik niet, dus door het zo te combineren kan ik meer sommen doen. En op zich denk ik dat het ook wel fijn is als je het VWO-boek hebt en je vindt het moeilijk, dat je ook zegt, oh, dan pak ik die ook mee. Ja? Nou, ik begin eventjes met A van allebei. Ik doe even eerst A van allebei. Dan krijg je dus 11a gedeeld door 2b eraf 3a gedeeld door 2b. Nou, en dat is lekker. Want je hoeft niet gelijknamig te maken. Je moet dat eerst kijken, zijn ze gelijknamig? Ja, nou. Prima, hoef je dat niet te doen. Dus we weten al, die 2b komt daar. Maar wat komt er nu boven? Ja, 11a min 3a. 11a min 3a. En 11a min 3a. 11a min 3a is 8a. Dus hier krijg je 8a gedeeld door 2b. 8a gedeeld door 2b. Altijd even kijken, kan ik het nog verder vereenvoudigen? En dat kan, want je kunt hier tellen en noemen, allebei nog delen door 2. En waar kom je dan op uit? Dan kom je uit op 4a gedeeld door b. Dus 4a gedeeld door b is hier het antwoord. Het is gek hè, dat dat een antwoord is. Voor je gevoel moet dat nog verder, maar dat is het. Dan gaan we naar som b. Deze. Oh, hij staat op gum. En als je een hele ziet, dan moeten bellen gaan rinkelen van, oh, we zijn met breuken bezig, ik zie een hele, even breuk van maken. Als je breuken met letters gaat samennemen. Dus bij breuken met letters, die kun je alleen samennemen als ze gelijknamig zijn. Dit kun je zo niet gelijknamig maken. Wat kun je wel gelijknamig maken? Breuken. Dus hier maken we even een breuk van. Daar maken we van 3 eendes, niet 1 derde, hè? 3 eendes. Die truc ken je misschien wel van de basisschool, moest je dat soms ook doen. Bij keer. Een keer moest dat doen, denk ik. Nou, dan krijg je dus 3 eendes min, oh, pen eens even, min 2 gedeeld door x. En nu gaan we gelijknamig maken. Nou, wat maken we daarvan? X natuurlijk. Dus je krijgt hier x en daar ook een x. Die stond er al, hè. Maar wat gebeurt er nu met dit? Nou, je hebt de onderkant, zeg maar eventjes, de noemer, heb je keer 3 gedaan. Nee, keer x gedaan. Dus dan moet je die 3 bovenin ook keer x doen. Dus dan krijg je boven 3x. En nu zijn ze gelijknamig. En nu kun je hem uitrekenen. Dan krijg je dus x. En dan krijg je dus 3x min 2. Kun je verder niet vereenvoudigen. Sommigen denken dat je dan dit zo kan doen. Dat is niet zo. Het is echt 3x min 2 gedeeld door x. Dat wordt een 3x min 2 gedeeld door x. Wanneer mag je dat wel doen, allebei door x delen? Dat is als het keer was geweest, als het keer 2 was geweest. Dan mag je wel tellen en noemen door x delen. Maar dat is dus echt een hele andere situatie. Met zo'n plus en min mag je nooit zomaar eentje zo wegdelen. Dat kan niet. Dat kan niet. Dan had hij daar ook moeten staan. Dan gaan we, wil ik toch even deze som C doen. En voor degene die zeggen, ja, maar ik wil deze zien, dan moet je eventjes doorgaan tot ik daar ben. Want ik wil deze even laten zien als tussenstap. Als tussensom 2b gedeeld door 3b plus 1 gedeeld door b. Nu kun je natuurlijk zeggen, ja, ik ga deze vereenvoudigen. Dat kan. En hij zei, oh, ik zie dat ik deze allebei door b kan delen. Dus ik maak er 2 derde plus 1 gedeeld door b van. Dan ga ik weer verder. Maar dan heb je een probleem, want dan ben je juist je b kwijt. Dat is eigenlijk niet handig. Dan moet je je b weer terug gaan stoppen. Dus dat werkt niet. Dus wel knap dat je het ziet. Maar hoe pak je dit dan aan? Nou, richt je vooral op de noemers. De noemers moeten gelijknamig worden. Dat is het belangrijkste. En dan mag je de plus doen. Dus zorg dat de noemers gelijknamig worden. Hier heb ik 3b en hier heb ik b. Wat is dan het handigste? Je kunt zeggen, ik doe ze een keer elkaar. Dan zie je met dat kwadraatje. Wat je ook kunt doen, is zeggen, ik maak er gewoon 3b van deze. Dan moet ik tellen en noemen, allebei keer 3 doen. En wat krijg ik dan? Ja, deze blijft gewoon 2b gedeeld door 3b. En dit wordt dan 3 gedeeld door 3b. En dan tel ik het bij elkaar op. En dan krijg je dus hier 3b. En dan krijg je dus 2b plus 3. 2b plus 3 gedeeld door 3b. Normaal gesproken onder elkaar werken. Soms doe ik het voor de uitleg zo naast elkaar. Omdat het gewoon lekkerder werkt.
Maar eigenlijk normaal nooit doen. Alleen bij breuk met een deelstreep mag het van mij. En van jouw docent mag dit misschien niet zo achter elkaar. Dus dan moet je altijd even vragen als je zo op mag schrijven. Dan heb ik die gehad. Dan ga ik naar deze. 5 gedeeld door x. Eraf. 3 gedeeld door 2y. Nu moeten we ze gelijknamig gaan maken. Want ze zijn niet gelijknamig. Dus hoe gaan we dat nu doen? Nou, dan maken we ervan 2xy. Wat we doen dan, wat we steeds deden, was de noemers keer elkaar. Tenzij, net als bij deze, sneller kan. Nou, dan doen we de noemers keer elkaar. Dus je krijgt hier ook 2xy. En hier schrijf ik gewoon weer die min. Wat heb ik dan gedaan? Ja, deze heb ik keer 2y gedaan. Hé, dat mag best, maar dan moet ik die ook keer 2y doen. Dus dit wordt 10y. Deze heb ik keer x gedaan. Of hieronder, die heb ik keer x gedaan. Ja, dan moet ik boven ook keer x doen. Dus dat wordt 3x. En dan kan ik hem samen nemen. Normaal zou ik deze wel hier onderschrijven, maar dat past nu niet. 10i min 3x. 10i min 3x. Want dit zijn de 2x-eitjes. Ja? Dan ga ik nu door met e en f. Zeg je, die wil ik niet meer zien. Ook prima. Maar zeg je, ja, ik vind dat nog lastig met die hele. Kijk dan nog wel eventjes mee. Daar gaan we. Som e. Uit het HAVO-VWO-boek. 4a... gedeeld door a plus 6 is gelijk aan. Je ziet nu dat je gelijknamig moet gaan maken. Hè? Want hier staat een breuk met letters. En breuken met letters, die moet je gelijknamig maken. Maar dit is geen breuk. Is het geen breuk, dan maken we een breuk. Van dit ding gaan we een breuk maken. Van dit maken we een breuk. En dat doe je zo. 6, 1 dus. Dan neem ik de rest over. Dus dan krijg je 4a gedeeld door a plus 6, 1 dus is gelijk aan. Nu kan ik gelijknamig maken, want nu zijn het breuken. Allebei breuken. Dus 4a gedeeld door a. Nou, wat kan ik hier nou het beste van maken? Gewoon hier ook een a. Dan heb ik deze keer a gedaan. Dan moet ik boven ook een keer a doen. 6a gedeeld door a is gelijk aan. Nou, nu heb ik dus hier a staan. En dan krijg ik dus boven 4a plus 6a. Ja, dat is dus 10a gedeeld door a. En dat is 10. 10a gedeeld door a, dat is 10. Ja, het past er bij mij niet meer achter. Oh, dit wel nog. Dat is 10. 10 keer a gedeeld door a. Kijk maar, 10 zal even groot schrijven. Dit wordt 10. Dan gaan we naar deze toe. En hier gaan we hetzelfde doen bij f. Maar er is wel iets anders aan de hand. Hij lijkt bijna gelijk, maar hij is ingewikkelder. In ieder geval het antwoord. 6. Zo. 6. Min 4 gedeeld door a is gelijk aan. Het is geen breuk, maar we gaan gelijknamig maken. Dus we hebben daar wel een breuk nodig. Dus maken we daar een breuk van. 6, 1 dus, min 4 gedeeld door a is gelijk aan. En dan komt het nakijkboekje, die doet het in één stap. Die doet in één stap dit. En dat heb je misschien niet kunnen volgen. En nu snap je misschien beter waar dat vandaan komt. Zij zeggen, dus eigenlijk, zij doen... Deze laten zij weg, zij schrijven in één keer dit. En dat, die stap is soms lastig te volgen. Dus maak er eerst een breuk van. En dan kijk je, moet ik het gelijk nou gaan? Moet ik deze eens een keer a doen? Moet ik deze ook een keer a doen? En dan kom je hierop uit. Want 6 keer a is 6a, 1 keer a is a. Nu heb ik a in de noemer en dan kan ik doen 6a min 4. En dan ben je er. Deze kun je niet meer vereenvoudigen. De bovenin kun je niet meer samen nemen. Dit is je antwoord. En dat voelde ik in het begin echt nog een beetje vreemd voor jullie. Nou, dat was hem. Ik hoop dat jullie iets aan hadden. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!